Media. Ik, ik heb wel eens clownles gehad. Oh ja, op de alle clown, cl clowning. Clownerie. Uh, en uh, dat, was, dat was eigenlijk een. Nachtmer. Daar zijn we weer. Hey Aaf. Hallo. Hi Lievert. Uh, we zitten al helemaal in de sfeer. Ja, want dat... we hebben al lekker een beetje live zitten voorlezen. En, zo. en het komt ook een beetje natuurlijk omdat we. Uh, in Ons nieuwe decor zitten ongelooflijk mooi, heel echt En het zelf, ik vind het eigenlijk een beetje alsof we ja, mag ik het zeggen, op vakantie zijn? Ja, hè? ja, echt een vakantiegevoel. Ja, ja. In, in, in een mooi oud hotel. Uh, straks gaan we een wandeling maken oh. en even zwemmen in de vijver. Ja, even praten met, uh, met de receptionist, dronken worden bij de open haard. Oh. Zullen we dat doen? Ja. Ja, oké. Okay. Gaan, gaan we zo meteen? Het ja. is negen uur ochtends, maar gaan we gewoon <laughs> toch doen? Um, ja, we hebben natuurlijk vandaag weer allerlei problemen die we moeten oplossen. Van ja. onszelf. We hebben meer problemen dan ooit. Ja, zou ik hè? bijna willen zeggen. Het volgens ons mandje. Zit maar <laughs> maar man dat is gewoon goed. Oh. Ja. Ja. En we kregen uh, nog eventjes ja. nabeschouwen na op de vorige aflevering. Het Osteruurtje was dat. En dan kregen we heel veel reacties op. Dat was jouw woord, het osteruurtje. Het osteruurtje is, zal ik maar zeggen, de dip, uh, psychisch en fysiek, die je voelt voordat je dus uh, gaat pieken. Ja, en dan, ik, ik had het dan met name over als, als, voordat je als artiest gaat pieken. Maar nu blijkt inderdaad. In de zorg is dit ook een ding. Ja, dat, ja. dat, dat, dat wij niet de enige zijn. Nee, want we kregen ook veel reacties van bijvoorbeeld verpleegkundigen die dan zo'n nachtdienst ingaan. En dan om een uur of vier s'middags begint dat osteruurtje. Dat vond ik wel ontroerend. En ik kan me dat zo goed voorstellen. Ik, ik heb dat ook wel gedacht, als ik zelf in het ziekenhuis ja, lag hè? van hoe. Doen die mensen dit? Ja, daar heb ik eigenlijk heel, heel, heel veel bewondering voor. Ja. En ik vind het ook heel knap dat ze dat kunnen. Ja, nou ja want ze dan geen moet je dus de hele moeten, nacht pieken eigenlijk. Volgens mij mag je na je vijftigste minder nachtdiensten doen, toch? Ja, maar, maar ik ken bijvoorbeeld iemand bij mij in de buurt... die doet dat nog wel af en toe. Zo'n nachtdienst. Die is ouder, maar die doet dat nog wel. Ja, dan neem je ook heel diep vooraf. Ja. Ja. ja, dus dat uh, osseuurtje blijkt uh, een, uh, een ding te zijn. En het is ergens wel fijn dat ze even mensen ook, maar dat had ik ook toen jij dat had gezegd, dat je weet dat dat gewoon iets is. Ja, ik weet heb, je? Want, ik het uh, is gewoon geaccepteerd nu. Ja, toen ik dat dus hoorde, uh, dacht ik, um, dan geef ik me er liever aan over. Precies. Dus dan ga ik heel met mijn hoofd op tafel liggen en ja. dan denk ik, nou, voel me maar heel kut. Alles ik, is kut. Alles ja. is kut. En omdat ik dan denk, dat is dan. Dat is, dat is dan maar even zo. Dat, dat, dat helpt dus. mij wel een beetje. Ja, net als een danser ja. die dan misschien ja, zijn maillot aan gaat trekken en zijn voeten op gaat warmen ja. of zo. Ja. Dan moet jij gewoon in dat Osteruurtje. Nou zal ik in het kader van het Osteruurtje nog iets grappigs zeggen. Ik was gisteren zat ik, uh, zat ik in een restaurant en wie loopt daar op mij af? Pleunitouw. Want die heeft die term bedacht. Die heeft mij die term uh, uh, ooit verteld. Ja. En, uh, uh, en ik, 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 uh, wow. ik, ik zie niet heel goed. Dus ik, ik moest eerst kijken, en toen stond ze zo te zwaaien bij mijn tafeltje. En toen dacht ik, verrek, het is Pleunie Touw. Het is een laat Touw. Ja, dus ik, zei, ik ging naar de toe. Ik zei, Pleunie, heb je het gehoord wat ik over je heb verteld? Van het Oostuurtje. Ja, dat uh, had ze dan gehoord oh, ja? van de kleindochter die stond ernaast. Heel erg lief. En ik was ontzettend ontroerd om, uh, om Pleunie te zien. En ze zei zo, ik mis het draaien zo ontzettend. Oh. Dacht ik, oh, dat is toch... Je zou toch eigenlijk iemand gunnen dat ze dan ja, af en toe weer... Ja, als je, als, je, als je zo oud bent, dat je, dat je af en toe weer... Uh, zou kunnen werken, alleen het ja. is natuurlijk heel moeilijk. Ja, maar het is wel jammer. Als je oud bent en ja. een beetje versleten. Ja, ach, maar ik was, dat ik was zij. Ze ja, dat is echt een vrouw om verliefd op te worden. Oh ja? Te ja, 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 Ik heb er nog nooit op. Heel grappig en een beetje ondeugend en ontzettend mooi. Ja, dat, en, en een supergoede actrice. Ja. Maar wat leuk dat ze het, dat ze het wist. Het osteruurtje. Toen zei ze: Ik mis het, ondanks het osteruurtje, mis ik het spelen heel erg. Ja, het spelen ja. is natuurlijk denk ik wel fijn. Ja, en Vaak. ze zei ook nog: En dan na het osteruurtje spelen en dan daarna. Weet je wel? Ja, het was heel grappig. Dan niet, ben je net, niet, niet op je fietsje naar huis. Schattig, maar gewoon ja. nog even lekker naar de smoes aan. Ja. ja. Oh, wat Top. grappig. <laughs> wat leuk. Ja. Nou, ik kreeg ook. Um, ja. Ik, 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 ik kreeg gewoon duizend reacties over mijn nagels. Ik bedoel, ja, je kunt niet. Jij een hebt je ze heel bespreken. pijnlijks aangeboord, blijkbaar. Ja, letterlijk. Ja, en, uh, de gel -lak hel, waar ik in leefde. Namelijk dat ik. Ja, goed, ik, ik kon die lak er niet afhalen. Want ja. dan, zaten, dan zagen mijn nagels heel grotig ja. uit. Dan, nou, mensen konden dit heel erg begrijpen. Er werd heel erg gerelate ik kreeg ook veel aanbiedingen van nagelsalons die met van alles met mijn nagels wilden doen nou, ga erop in zou ik uh, zeggen ja, nou ja, pik in het is winter hup ja zo kan je het ook <laughs> zien nee, eigenlijk was ik inmiddels <laughs> al naar de nagelsalon bij mij om de hoek ja. gegaan en had ik het er allemaal af laten hakken en het viel me best wel mee ja, ik, wat er overbleef ik, ik, ik heb toch uh, veerkrachtiger nagels dan ik eigenlijk dacht ja want de nagels die jij hebt die Vallen heb ik zelfs uh, zonder uh, gelakverslaving niet ja, ik heb er daarna wel weer zelf. Dat was niet zo'n heel goed idee. Gele nagellak opgedaan. Die heb ik er weer afgehaald. Dat, dat ziet er, er een beetje echt... uit alsof je overleden bent. Ja, misschien. of alsof je echt heel veel rookt. Het is oh <laughs> niet echt een look voorbeeld. Zo had ik bijvoorbeeld iets groens. Wat er, oh, ja. ik zag als, uitzag alsof ik al heel lang inderdaad op een begrafenis was Ja, lag. dat er niet meer veel bloedtoevoer was in je leven. Nee. Nee. Ja, je moet een beetje oppassen met bepaalde nee. kleuren. Maar um, oké, okay, het is jongens, jullie kunnen weer gewoon rustig slapen. Het is goed gekomen. Ik vind het echt heel lief hoe iedereen reageert. er zijn ja. er ook soort stickers die je op je nagels kan plakken en je kan zelf met blauw licht. En wat aan ik nu de heel slag... vaak zie is mensen die er allerlei figuren op hebben gedaan. Ja, dus uh, ja, een, je eigen familiewapen bijvoorbeeld ja, of uh, oh, je, die je sterrenbeeld of uh, ja, dingen die belangrijk voor je zijn. Ja, en unicorns. Dat, ik vind dat toch heel knap Dat ja, je dat ja, kan doen. Ik zou eigenlijk de hele dag denken. Ja, wie, wil iemand koffie? En ja, wel, zal ik even dit moeilijk. aan jou aanbieden met mijn nagels in beeld? Het is ja. niks voor mij, denk ik. Ik heb eerlijk gezegd heel kinderachtig wel eens zo'n setje van die stickers gekocht. Ja? Nou, toen heeft mijn gezin me zo hard uitgelachen dat ik ze nooit op mijn nagels heb geplakt. Ach, erg hè? Dat is Heel schrijnend, dit verhaal. Ja, dat ik Ik kreeg ook nog een foto. Even kijken. Uh, ja. Van een blauwe pissebed. Die iemand. Want uh, mensen uh, waren ook nog bezig met jouw pissebed-verhaal. van eer vorige keer. Ja. Een uh, blauwe pissebed. Maar dat. Weet jij wat dat betekent als een pissebed blauw is? Nee, maar je hebt natuurlijk wel honderden verschillende soorten. Dat is ook een zetje. Ja, het, het zijn. Uh, het, je hebt er zoveel verschillende. Oh. Maar het kan best zijn dat ze onder sommige omstandigheden een andere kleur krijgen. Nou Zou ja, ja dat zij, zij zelf. Dat is een zieke pissebed. Dus zij. <laughs> Wordt hij blauw? Jongens, ja. Deze is ziek. Die... Ja, hoor. Ik... Hij ruikt ook niet meer zo goed. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, dat, nou ja, zij, zij had dat even geresearched en een foto Wordt van leuk. gemaakt. Heel leuk. Ik ja. wil die foto heel graag Ja, die, die ga ik jou, je jou me zo even, even laten doorsturen. Laten zien. Ja. Um, nou ja, kortom, het, het, was, uh, het, was, het was heel fijn wat we allemaal hoorden. Ja, hè? Um, dus blijf een reacties sturen. Vinden we heel gezellig. <coughs> nou, ik, er staat hier ook iets heel nieuws op tafel. Al. Ja, iets moois. Ja. Wat is het? Een reclamemand. Nou ja, wat, wat is het voor materiaal? Is het, het rood dan of is het pietriet denk ik? Mooi. Ja mooi hè? Gevlochten, duurzame wijze, handgemaakt. En er zit een reclame in. Wat mooi. Ja een advertentie. Uit? Nou kijk nou, <laughs> wat leuk. Er zit, nou ja, later, later komt die advertentie zomaar uh, voorbij vliegen <laughs> en dan komt die lekker uit de reclamemand. Mooi. Gezellig. Goed, we gaan natuurlijk onze week een cijfer Zeker. geven. We gaan problem ah, ja, problemen oplossen uh, te werk. Reklame mandje, en, en dan, we hebben jouw natuurhoek. Ja, Daar ga ik rustig mee afsluiten. En dan hoop ja. ik dat we met een zenachtig gevoel uh, uh, de dag in kunnen. Dat lijkt me heel dat erg. Dat lijkt fijn. me ook heel erg lekker. Aaf, um, hoe, uh, hoe was jouw week? Nou, um, zal ik gewoon even een uh, cijfer uh, eerst geven? Ja, Wat denk je? Van een 8. Tot verdomme. Ja, ik, uh, ik zie je schrikken. Wat is er gebeurd. Nou. Heel weinig. Dat was dus juist het goede. Ja. Um, mijn man Gijs maakt nu een dagelijkse talkshow. Jezus. Ja. Uh, op SBS6. Ja. En um, daar zag ik tegen op, want ik dacht: dan is hij er nooit. Dat is niet gezellig. Want ja. uh, een dagelijkse talkshow, dan moet je de hele dag daar zitten. En, het lijkt me zo ontzettend zwaar. Het is best, want, wel, ja. best wel tijdsintensief. Dus ik dacht: uurtje hey En dan moet ik thuis alles doen en ja. ook nog werken. Nou ja, enfin, uh, valt heel erg mee. Want uh, deze week heb ik een soort Zen-leven met Ben. Zen met Ben, mijn zoon. Ja. Uh, Rivka, mijn dochter is op schoolreis en Schiermonnikoog. ook. Ja. Dus wij zijn met z'n tweetjes thuis. Dat is leuk. Ga je heel veel uit eten en zo. Ja, we zijn al, ja. uh, ik denk dat we vanavond weer samen ja, ik zou het gaan doen. eten. Ja. Heerlijk. Ja. En, uh, en Ben zei ook, uh, want mijn schoonmoeder kwam gisteren even langs, zei hij tegen haar. Ja, mama en ik zijn nu eigenlijk meer een soort huisgenoten. Oh, wat lief. Dat vond ik zo leuk. Ja. Dat is ook waard. Zo van, hé, hey, pak jij nog even een op ja. ja, is goed kom, we gaan even lekker, uh, lekker dit kijken, weet je wel. Maar eigenlijk is jouw zoon al heel lang een soort huisgenoot... waar je heel erg op gesteld bent. Ja, ja. ik... ik, ik hij is ik, gewoon een soort ja, hij is mini heel relaxed. Ja, is... en, uh, en we hebben het heel... En het toppunt van deze zenachtigheid was dat ik uh, gisteren uh, kwam uh, nog wat familie eten... En toen had ik ochtends al bedacht wat we gingen eten. Nou, dit, dit komt nooit voor in mijn leven. Maar ik was zo goed voorbereid. Lekker. En, van, ik moet op ja. en ik had het uh, boek uh, In Seen van Vanja en van der Lede. Had ik van mijn schoonzusje gekregen. Die kwam eten. Ik dacht, ik ga nu alvast een uh, recept opzoeken. Ja. Shakshuka. Met ja, uh, gezout citroen. Hartstikke ja, lekker. lekker. En uh, ik, had dat, ik had dat kookboek had ik dan. Open, op zo'n standaard? Nou, dat nog net niet. Okay. Ja, dat dat ja. ontbrak er nog. Het ja. lag al open op negen ja. uur s morgens op het aanrecht. Ja. Klaar voor later die middag... als ik al deze ingrediënten tot een shakshuka ging verwerken. En ik voelde me zo on Ik dacht echt naar nou, lekker. Jouw leven is zo zwaar onder controle dat je dit nu al weet. Foto van het recept gemaakt, hè? Voor later op de dag als ik door de Albertijn liep. Ach, lieverd, wat fijn. Dat is je ontzettend gegund. Ja, blijkbaar Heerlijk. heb ik heel veel behoefte aan de ja. structuur en vastigheid uh, in mijn leven. Nou, mijn uh, week uh, uh, zou ik ook graag een acht uh, willen geven. Uh, ja, heeft natuurlijk ook een beetje te maken met het mooie weer. Maar inderdaad ja. ook met niet al te veel te hoeven doen. Um, zo uh, ben ik dan thuis lekker bezig met heel veel dingen uh, weggooien. Oh, wat goed. Ja, ja, en nou is mijn vraag aan jou, want mijn week, dat is natuurlijk ook altijd een beetje een soort mini-probleem. Uh, wat gooi je nou eigenlijk weg en wat bewaar je? En je hebt mensen die maken eigenlijk een heel archief van hun leven, weet ja. je wel, met hele belangrijke tekeningen. Of een concertkaartje voor weet ik oh, veel wat wij dan. Ja. En andere mensen die flikken gewoon alles weg en hun oude Rijam-agenda's, weet ik ja. veel wat, weg ermee. Ja, dat is hoe, heel moeilijk. Hoe zit dat bij jou? Ja, ik moet zeggen, uh, ik kreeg laatst toevallig uh, uh, van, uh, via iemand die was overleden, kreeg ik bijvoorbeeld de geboortekaartjes van mijn kinderen die ik haar had gestuurd, die kreeg ik terug. Want zij had dus een heel archiefje ook van wat ik haar allemaal had gestuurd. Dat vond God. ik natuurlijk fantastisch. Dus ja, ik, denk, jeetje, ik gooi dat allemaal weg. Ja omdat mijn huis niet heel groot is. Ja. En ik denk hoeveel kisten met papier moet ik bewaren? Dus ik gooi heel veel weg. Ik, ik, ik hou me heel erg vast aan een column die Pauline Cornelissen uh, ja. die hier laatst over schreef. Zij ging uh, haar huis ook weer opruimen door al die dozen met oude paprassen ja. heen. Nou, oké, okay, dit bewaar ik wel, dit bewaar ik niet. Ja. Toen stopte ze de rest weer terug in die doos. Toen zei ze de volgende keer dat ik die doos zal bekijken, is ja. als ik weer mijn huis op ga ja. Dus eigenlijk is het gewoon een soort handeling. Dus het is niet van oh, ik heb zo ja? zin op zondagmiddag al die oude paparazzen is door te nemen. Bedoel je eigenlijk dat het een soort manier is om je leven te ordenen? Of om, om... Nou ja, zij zei eigenlijk had ik het ook wel weg kunnen gooien. Want de enige momenten dat ik er naar kijk is als ik aan het opruimen ben. Dat klopt. Ja, dus het is niet dat ik er ooit naar kijk omdat ik er zin heb ja. om, om om oude rapporten van uh, groep nee, 6 precies. te bekijken. Je zit dan naar, bijvoorbeeld naar een oude schoolagenda te kijken en dan, en dan briefjes die je dan aan je klasgenoten ja, hebt dat, gestuurd dat vind ik of dat dingen. De ware waard, ja, maar aan de andere kant, ja, wat schiet je ermee op als je dan die briefjes nog een keer leest over vijf jaar als je weer gaat verhuizen? Nou, ik moet zeggen, laatst had Gijs een oude Jan Jans agenda gevonden. Ja, oh, uh, had jij die ook? Ik had ook die Jan Jans en. Maar Vond ik heb heel de 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 veel de dingen hetzelfde agenda. als Gijs. Ja. Ja. <laughs> nou, die, die hebben Ben en ik, er uh, was een middelbare ja. school, hebben we echt bladzijde voor bladzijde zitten doorlezen. Het, nou, dat is bij mij thuis echt niemand die dat wil doen. Hè? Nee, het was, nee, het was het echt het was, fantastisch. Het was heel leuk. Zo van hè. En toen ging ja. je dit doen en toen ging je dat doen. En toen had natuurlijk weer een vriend iets erin geschreven. En toen verveelde hij zich heel erg. En toen oh. was het één week geen huiswerk. Zo dus ook omdat Ben nu op de middelbare school zit, is het natuurlijk van oh ja, dat heeft papa ook allemaal meegemaakt. Ja, ja dat ja, vind ik wel heel mooi ja, ja, Toch wel waar ik ze maar. Ja. Ja. ja, agenda's bewaar ik altijd. Maar uh, ja. Oude overjaarkaarten, nee, oude paspoorten. Oh, museumjaarkaarten, echt. Ja. En kindertekeningen en knutsels heb ik ook dat ik heel vaak het echt stiekem wegflikker. Ja, ik heb wel één doos daarvan. Ja, ik heb wel eens dat ik bij de papierbak stond en dat dan mijn zoontje naast me stond en dat ik dat, dat toen zag. Dat ik dus een paar tekeningen weggooide. Die zijn van, Hé, hé, wat gebeurt er hier? Wat is dit nou? Oh, God, nee, chef. Oh, wat oh, erg. Hoe kan dit nou? Dit is oh, tussen de kranten terechtgekomen. Wat verschrikkelijk. <laughs> Al in die oh, tijd dat ze God. nog heel productief waren. Ja. Dat je dacht van je, elke ja. dag 40 tekeningen. Ja, heel veel. Ja, ja. En ik, ik maakte ja, veel schuldig. Ja, nee, dus, nee, dat moet je niet doen waar ze bij staan. Maar ja, ja, ik, ik ben best wel ruxicoloos eerlijk gezegd. En daardoor heb ik ook wel eens dingen weggegooid... waar ik later spijt van had. Ja, ik maar heb ook heel veel dingen waar ik nul spijt van had. Ik heb mijn oude babywieg weggegooid. Maar dat was een enorme, pitriete wieg. Ja, een wieg, jongen. Een wieg van twee bij, twee bij twee. Ja, ik, ik vind het heel mooi. Het was ook heel Wat prachtig, ook jaren zestig. Pitriet, uh, of ik weet niet, ja. dat Maar ja, ik heb er dan maar een foto van gemaakt en naar de kringloop gebracht. foto is een goede tip. Ja. Het is wel heel lekker om heel weinig spullen te hebben. Want ik, oh, ik, ik word er heel, uh, een beetje angstig van, van heel veel spullen. Ja. Ik voel de spullen dan mij het huis ja, uitdringen. Dat je dus een kast open doet en dat het zo over je heen valt. Alle ja. Rijam-agenda's over je heen vallen. Ja, weet je wel? Ja, ik had gisteren ook uh, merkte ik dat ik de mixer zo, op zo'n manier in de keukenkast aan het proppen was. Dat ik wist dat als ik het deurtje de volgende keer open, dat je een dat kamikaze hoofd, zou krijgen. Ja. Ja. Dus dan denk je, ah, dat is niet. Je, eigenlijk moet een kast niet zo vol zijn dat de dingen er steeds uitvallen als je de deuren open doet. Gewoon een tip aan mezelf. Nou wat, wat ik dacht, wat, wat ik er nog over dacht, is dat het misschien goed is om veel weg te flikkeren. Maar om dan de mensen die eigenlijk al heel lang meegaan, om daar dan op een of andere manier die toch vaker uit de kast te halen. Ja. Dus ik dacht dan. Ga ik, dus ik, 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 ging, ik ga me voornemen. Ik neem me voor. Ja. Om de mensen die dus al zo lang meegaan, vaker te zien. En ja. vaker dan het te hebben over belangrijke gebeurtenissen die je samen hebt meegemaakt. Ja. Dan is het nog een soort. Uh, collectieve herinnering en die, hoeft, die, die deel je dan met iemand. Ja, dat is heel en fijn. En dat is dan iets wat je dan in een soort gezamenlijke boekenrek zet. Snap je wat ik bedoel? Ja, en het is ook niet materieel, dus je hoeft het nee. nergens kwijt. Nee. Je kan gewoon lekker praten een avondje. Precies. Ik was, ik was gisteren bij het graf van mijn overleden man. Ja. En uh, die is tien jaar geleden begraven. En toen zaten we bij dat graf en toen had ik uh, uh, taart gemaakt en... Uh, bier meegenomen en een uh, picknickkleed en zo en wij, ik ben daar dan altijd met twee exen ja. en zijn beste vriend en de kinderen en mijn vriend ja wat uh, mooi lief ja hè, toen en dus in het kader daarvan denk ik is het goed en toen hebben we eigenlijk allemaal anekdotes opgehaald oh, ja. en uh, en dan nou, mijn vriend staat er dan zo bij die hoort er dan inmiddels helemaal bij en um, uh, dat vind ik dan eigenlijk mooier dan heel veel spullen van hem bewaren ja dus ik heb bijvoorbeeld Now This Is Music uit 1984 dat soort LP's heb ja. ik dan op dezelfde dag allemaal naar de kringloop gebracht. Maar ik ben wel naar het graf gegaan en heb ik daar. Hebben we het daar gehad over elkaar. dingen die er zijn gebeurd? Oh, ja. ja. Dus het hoeft niet in die spullen te zitten, maar eerder in een gezamenlijke. Die verhalen zijn extreem belangrijk. Ja, hè? Ja, ja. ja. Ook voor de kinderen, denk ik. Ja, dat, dat denk zij ik dat horen. Ja. Ja, ja, dus dat. dat uh, er stond nog verder op een meisje uh, bij een graf. En wij waakten best wel veel lawaai. Uh, er was ook een hond die hysterisch blafte. En we hadden. Muziek op muziekje opgezet ja. met het graf. En toen stond dat meisje heel uh, treurig eigenlijk bij een graf. En toen zei ik: Wil je ook een biertje? Oh. En toen kwam ze zo naar ons toe. Echt? En het was op een lege kerk of eigenlijk heel ongebruikelijk. Ja. En toen kwam dat meisje bij ons staan en die, 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 die uh, nam een drankje. En die vertelde dat ze dus bij haar uh, bij het graf van de moeder stond. Oh. En die was zeven jaar geleden overleden. En toen zei ik zo: Ik vind het zo erg voor je. En toen begon ze te huilen. En toen stonden we daar met die muziek en die hond en de kinderen en die, bie en de, en die biertjes. Oh. dat was een heel mooie. Uh, dat was fijn dat zij met jullie worden. echt even wat wilden drinken. Vond ik heel ja. Lief. Ja. Jeetje je Dat, dat ja, was gisteren. Ja, maar het was hartstikke fijn. Dus daarom geef ik mijn week een acht. Ja, ja. dat vind ik heel, heel mooi. Ja, sorry, ja. ik ben. Een beetje, ja. Een ja. Ach ja ja nee, nee, dat, dat, ja, ja, nee, dat is. Ja. Ja dus uh, <laughs> oké okay. ja ja tien jaar man tien jaar geleden ja, ongelooflijk het gaat heel snel ja, ja het is ook wel een hele lange tijd niet, nee, het nee precies zo'n heel gezet. leven huh? <laughs> ik ben ook zo'n ik ben Bij het hoofdprobleem ben ik heel benieuwd naar de reacties van mensen. Dus als jullie hier iets wil jij het inleiden? Oh, je bent al bij begonnen, sorry. Ja, nee, zeker, nee, ik ben helemaal niks begonnen. eigenlijk mijn mijn probleem en eigenlijk ook jij herkent het probleem. Zeker herkende ik. Is dat wij natuurlijk? rationele uh, mensen zijn. We geloven niet in geesten. Je denkt niet, god, dat is de geest van Piet. Die is hier nog teruggekomen om mij iets te vertellen. Nee. Of uh, je denkt niet... oh, je leeft een spook van een oude legende... die je nee. nog wraak wil nemen. Of geen rust, weet ik veel wat. Prima, dat is allemaal hartstikke leuk om over te lezen. Maar je gelooft daar natuurlijk niet wezenlijk echt nee. in. Dat nou ja, er echt... Sommige mensen wel, maar Precies. wij dan toevallig niet. Ja, wij, wij dan niet. En misschien wel meer mensen niet. Hoe kan het dan dat je dus toch... soms daar bang voor bent? Ja. Dat en gek. dat is heel erg gek en dat is een soort ja, oerangst. Ik was, uh, ik was uh, deze week, uh, ik durf bijna niet te zeggen, even een paar dagen weg op vakantie. Dat mag je gewoon ja. zeggen, Lies. Ik wil niet. <laughs> maar maar ja, en toe op vakantie. Ik ga ook heel vaak niet op vakantie. Nee, Toevallig was je ja, nu ja, in een soort. Op vakantie. In, in, en het doet me eigenlijk een beetje denken aan dit decor. Ik was in een oud uh, landhuis in, het, uh, in, 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 in ja, Schotland. En, uh, en het daar, was een beetje deze. Sfeer. Ja, daar hing een, een, een galerij van allemaal uh, baronnen, zal ik maar zeggen, die dat, die dat, die dat kasteel uh, hadden oh. uh, in hun bezit hadden gehad, en van een familie. En uh, ik, de, ik, 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 ik sloeg een boek open met geschiedenissen van die, van die familie. En daar stond in dat dan een, 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 een baron, de, 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 die heette dan Sir David, die was doodgeschoten door zijn broer. Volgens mij iets met Sir Edward geloof ik. Auto, en die had hem op de trappen voor het landhuis doodgeschoten, want die was krankzinnig. Die oh, dat was Edwards. echt daar was gebeurd? Ja, het was daar gebeurd. Ik dacht elke, waar zou het zijn gebeurd? Oh, oh. hier. Voel ik dit nou? Voel ik, kan ik nou dit... En, 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 en wij gingen daarover lezen. En die portretten van Sir David en Sir Edward, die hingen ook uh, in, de, ja, in de grote oh, hal die met een overhaard. Ook heel makkelijk ja, ze keken elkaar ook aan. Ik denk, die hebben, die, hebben die mensen Oeh. tegenover elkaar gehangen? Er is dus iets verschrikkelijks. Ja, ze heeft zich naar Met daar moeten natuurlijk heel veel spanning aan vooraf gegaan zijn. Ja, en de, de, nou ja, vreselijk. En het is trouwens in 17 zoveel gebeurd. Hè? Toen dacht ik, zou dat dan nog op een of andere manier blijven hangen in die ruimte? Ja. En zo ja. Die wat, ja, zo ja. Wat, wat betekent dat? En waarom, waarom denken wij dat, dat we dat allemaal kunnen voelen? Ja, dat is natuurlijk overal zijn vreselijke dingen gebeurd. Ja. Wij zitten hier ook eigenlijk in een heel oud. Hier, ja, want, dit staat hier ook al 1600 jaar, is het, weet ook ik veel. de ja. meest gruwelijke dingen gebeurd. Voel ik ook wel, hoor. As we speak voel ik hier... Oh. <laughs> Waarom zijn we daar toch... Want s'avonds laat, alleen in mijn kamer, dacht ik ineens... <laughs> oh... Ik, zou er nu iets in de badkamer zijn? Of ik ga toch mijn deur nog een keer dicht doen of zo? Hoorde je het ook kraken? Ik, je hoorde, ik hoorde van alles kraken daar. En ik was ook helemaal niet alleen, want er waren overal mensen in dat, in dat land. Dus, ja. maar, ik, maar ik s s'nachts over de gang gaan dwalen met een kaars zo... Dat is niet iets wat ik zou durven. Nee, hè? Of überhaupt je kamer uitgaan? Nee. Nee. Ben jij bang in een? Zou jij bang zijn in een oud huis in je eentje in de nacht? Ja, ja, ja. ja waarom nee, eigenlijk, hè? Ik, ik, ik kijk ook echt serieus nog best wel vaak op, op dat soort plekken onder mijn bed. God. Want echt een dan heel kinderachtige. En een vrouw is. van bijna 50. Ja, met die, allemaal het, praatjes. Maar dan kijk je toch nog dus onder ik, je bed. Ja, en wat nog? Ja. Wat nog treuriger is? Ik ben hier nu vanaf trouwens, want ja? dat, is, dat is door een soort training uh, van Grijs. Is het... ja. Vroeger lag ik dan met mijn zus op een kamer heel vaak. En bijvoorbeeld op vakantie, dan deelden wij een kamer. Ja? En dan zei mijn zus, als het dus heel donker was en later ja. zei ze ineens, eigenlijk ben ik een monster. Nou, en dan werd ik zo bang. Want je hersens werken ook maar op halve kracht hè? in de nacht. Dat schijnt dat zo te zijn. Dus ik begon dan echt te denken van ja, wie zegt eigenlijk dat dit Merel is, mijn zus... Tuurlijk kan het eigenlijk een monster zijn. En dat heb ik dus ooit in een onbewaakt moment later aan Gijs verteld. En die, die ging dat dan ook heel vaak s'nachts tegen mij zeggen. <laughs> Eigenlijk ben ik een monster. <laughs> en in het begin was ik dan ook echt nog bang. We moesten natuurlijk heel hard lachen. Yeah. Maar nu zegt hij dat nog steeds wel eens. En nu heb ik echt zoiets van: nee, nee, <laughs> nee. Maar ja, goed, ik ben dus 48. Hè. Dus ik vind het heel stoer ja, dat ik dus hier... Als je voortdurende blootstelling aan een monster naast je, doet het je niks meer. <laughs> nee, heel stoer. Maar bijvoorbeeld op een camping, ja. dan moet je s'nachts uit je tent naar het wc-huisje lopen. Ja. Nou, dat trek ik ook heel slecht hoor. Vind ik echt heel eng. Gewoon de nacht. Zouden zeg maar. mannen dit ook hebben? Of zou het iets zijn voor vrouwen specifiek? Omdat je natuurlijk toch vaak gewaarschuwd wordt. Of ja. fietsen door een voetgangerstunnel s'nachts. Ja, je gaat nu s'nachts alleen het park in met nee. je fiets als vrouw. Wat ik verschrikkelijk heb vind. Heb ik laatst eigenlijk. nog. Uh, terwijl ik met twee vriendinnen op de fiets zat. Ik zei, ik ga niet door dat park. Ik doe het echt niet. Nee. Maar ik heb ja. ook een, uh, een mannelijke kennis. En die woonde in een huis uh, hier in Amsterdam. In de oude jodenbuurt, zeg maar. Ja. En uh, hij heeft dat huis verkocht. Deels omdat hij het gevoel had... dat er geesten van Joodse mensen door zijn huis spookten. En dat is ook een heel rationeel iemand. Ja, dat is toch, jongens, hoe kan dat? Ja, hè? ja. Nou, dat ik is zat... de kracht van je, ver, van je verbeelding, denk ik. Zat, ik. ik zat op de, op, de, op de theaterschool. En dan had je een, twee uh, afdelingen. Ze waren allebei op de Keizersgracht. je dat weet ik is dat, dat was vroeger, ja. dat ja. was een heel oud... Het waren allebei heel oude panden. En uh, het oudste pand, het dichtst bij de Rozengracht... was een uh, heel groot uh, schoolgebouw met een marmeren vloer. En het was eigenlijk hele mooie, vergane chic... met afbladderende muren en mm -hmm. grote eikenhouten deuren. En het was beeldschoon. Maar s'nachts... Of nou, s'avonds laat, want we gingen dan wel eens door tot elf uur. waren, waren we doodsbang oh ja, ook in die allemaal school. allemaal samen. Ja, toch, met, met Rob, mijn klasgenootje, en we renden die school uit. Oh ja. En ja. Toen, uh, toen hadden we uh, had Rob die had dan een voorstelling gemaakt. Ik deed dan het licht met uh, Shirin Stroker, ja. Een uh, geweldige theatermaakster en actrice. Ja. Ze Is helaas overleden. En die zei dan, oh ja, oh ja, dit voelt niet goed. Nee. Ja, hier is iets aan de hand. Oh, ja ook wel heel stellig ja ik ga niet zeggen wat maar ik uh, dit is dit zit helemaal niet goed jongens oh. ja en, en dan waren wij doodsbang toch ik vind best... ik ga niet zeggen wat vind je ja, ook wel ja, ja, heel, niet, heel ja, onheilspellend. Ja, ja, maar zij had dan en je kon het ook helemaal goed voorstellen bij Chirin stroken dat zij daar een soort zesde zintuig voor had. Ja. en buiten op straat uh, uh, hadden wij dat dan gehoord ik weet niet meer of we dat van Chirin hadden gehoord uh, ging het verhaal dat er s'nachts... Op de Keizersgracht, tussen de Leidse uh, straat en, uh, en de Roosgracht. Ja. Als je dan wegfietste en fietste je alleen op je fiets... dat er dan een meisje vroeg, mag ik bij je achterop gaan zitten? Ja. En dat, er, dat je dan dacht, nou ja, oké, okay, vooruit, dat doe ik. En dat je dan fietst en dat je dan achterom keek. En dan was het meisje ineens verdwenen. Oh. En daar waren wij op een of andere manier Toch echt heel erg van, mee he? bezig. Kent iemand dit verhaal over de keizersgraf met een meisje dat bij je ik achterop wil gaan nooit zitten? Gehoord. Ik weet ook een heel specifiek punt. Zeg ja, dat maar. was namelijk precies het punt van de zwarte. Waar jullie eruit ja. kwamen. Ja. ja of oh, iemand heeft ons ja. helemaal in de nee, Ik heb het altijd gedacht is... aan dat meisje wat daar s'nachts alleen stond en aan mensen vraagt: Mag ik even bij je achterop? Ja. Zo'n verdrietig. Ja. Dat je dat als spook uh, moet doen. Dat ja, dus en dat vraagt, je als spook ook zo'n een eentonig leven hebt. Ja. Ja, raar hè? Ja hè? Ja, maar ik had dus ook een tijd dat we The Killing keken. Dat was die Deense serie. Ja. Uh, met een beetje een hele enge moord en zo. Ja. Dat was het. Toen ik net bevallen was, dan ben je sowieso een beetje van het padje. Maar... Ja. En dan durfde ik ook, ook s'nachts niet uh, naar de wc. Gewoon omdat ik The Killing had gezien. Durfde gewoon bed niet meer uit. Wat onhandig was, ik moest ontzettend veel plassen. Wat, moeten we, wat, wat moet je nou met dit soort angst? Ja. Ik vermijd dus ook inderdaad wel situaties waarin ik bijvoorbeeld in mijn eentje in een huisje zit of zo. No Eerlijk fucking gezegd, way. ja, doe ik gewoon. Ik ga, zou dat nooit doen. Nee. nee, Of zoals mijn broer die ging naar Zuid-Frankrijk fietsen en dan ging hij gewoon slapen in het bos. Na het idee, ja, ik, ik zou, ik, ik dat je gaat slapen in het bos. Ik zou nog liever een drol opeten oh, dan, 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 dan dan met moet plezier. Het, ja, echt. Ja, tien rollen, no problem. Ja, ja, raar, hè? Ja. Maar dat is dus ook wel een man-vrouw-ding, denk ik. Als vrouw in het bos gaan slapen, dan, ben je, dan heb je echt... Dan ben je gek. Ja, dan ben je heel ja, netwerk. Ja. Dat is dus ook heel treurig. Ja. Maar ik vind voor een man alleen in het bos slapen... Vind ik ook niet echt een hele lekkere situatie. Ik, uh, ik, ik, ik ben er nog niet uit. Nee. Ik, ik We hebben er nog niet echt een oplossing nee, voor. Want dit in het bos slaap is officieel best in één situatie. Maar in een landhuis in Schotland met allemaal anderen liggen. Ja. Is het natuurlijk eigenlijk helemaal niet gevaarlijk. En toch begrijp ik jouw gevoel ja. heel goed. Nou, ik probeerde dan maar te bedenken. Nou, uh, uh, kom maar dan, geest. Kom maar dan gezellig erbij. En, oh, uh, ja. ja, ik vind Omarmen. het allemaal heel zielig voor je. Ik vind het echt ontzettend uh, kut voor je dat dit nu uh, aan de hand is. Ja, dat je door je broer bent doodgeschoten. Ja, of, of, of dat jij je broer hebt doodgeschoten en nu geen rust vindt. Ik vind het ook niet zo slim van dat landhuis dat ze dat allemaal ja. zo neerleggen. Ja, maar Engelsen zijn er gek op. Ja, hè? ja. die houden daar juist ja. van. Of de schotten bedoel ik. Want ze ja, is het weer Engeland. Noem maar eens. Ja. Ja, ja. dat... Hadden de anderen dat ook die daar sliepen? Of was jij de enige die hier de hele nacht uh, mee bezig was? Ik denk dat ik de. Ik, ik, ik heb de anderen er niet over gehoord. Nee. Maar in mijn eentje in een huis in het bos is niet oh. iets wat ik beoog. Tenzij met twee uh, rottweilers of zo. Ja, of met mijn tekkeltje Wally. Ja, maar daar heb je natuurlijk. Nou, laatst niks aan. ging een man uh, een beetje een soort junk. Ging, ja. uh, ik ging het laatste rondje met hem ja. lopen, een beetje laat. Die ging mij allemaal vragen stellen. Het was gewoon van waar is het station? Maar hij was wel heel erg dronken ja. en stoned. Dus ik vond hem niet heel. En toen ging Wally naar hem blaffen. En ik voelde me dus super veilig. Terwijl ze is één centimeter. Maar. Ze Ging helemaal los. En toen zei hij ook: ze wil me bijten. Toen zei ik ja. is oh, <laughs> die kant op. Ja, ze wil je bijten. Oh, wat erg. Ja. ja, ik voelde me ja. toch beschermd door die kleine keffer. Daarom hebben misschien mensen die een beetje bang zijn, wel zo'n grote vechthond. Ja, dat begrijp ik heel goed. Ja. Ja. ja, het lijkt me misschien. Het lijkt me eigenlijk wel heel lekker. Het heeft iets veel. Fijners. Dieren hebben is sowieso heel fijn. Ja, dieren, zeker als je alleen maar Ja. Nou, poezen niet zo, maar honden wel. Ik heb een tijdje, of ik heb een keer een inbreker gehad. Uh, iemand in mijn huis. En oh. die, uh, die, die heb ik net niet gezien. Maar die, die rende het huis uit. En dat was s'nachts. En uh, dat was heel angstig daarna. En toen heb ik. Uh, en ik had een heel enge babypop. Een Chinese babypop. Oh. Die noemden we Baby Chang. En uh, ik had Baby Chang dan in een kinderwagentje. Uh, voor de voordeur gezet. <laughs> en als ze dan dus. Ik dacht, als er een inbreker binnenkomt. Dan, die dan die is babypop. het eerste wat hij ziet. Baby Chang in dat kinderwagentje. Ja. Zo. Hallo! Oh, ja, heel eng. Wat zo. En ja. En, 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 en dat hielp heel erg. Want ja. elke keer als ik dus Baby Chang uh, dus voor de voordeur zette, dan moest ik ook lachen, maar ik dacht ook zo. Dat, uh, maar dat deed je elke keer. Dat avond. zal hem leren. Ja. Oh, wat goed. Wat een ontzettend ja. onfeilbaar alarmsysteem wat jij daar zeg. <laughs> ja, het is, die dus pop heb je toch niet weggegooid. Ik he? heb die pop. Ik heb Baby Chang naar de kringloop gebracht in Amstelveen. Nou, ik kan iemand anders zijn huis mee beveiligen. Ja, want ik, ik werd op een gegeven moment een beetje bang van. Ja. Hem. Ja. ja, dat poppen kunnen ook. Oh, ja. het, was, het was ook. En het wegbrengen van Baby Chang was ook eng, want in het poppenwagentje bracht ik dus Baby Chang weg. Ja. En toen werd hij gelijk in een vrachtwagen gezet. En toen deed een man zo. <laughs> en die trok een rol uit naar beneden. En het laatste wat ik zag was nog dat grijnzende gezicht <laughs> van Baby Chang. Poppen kunnen naar mij zo kijken, eng terwijl het rol uit ging. Oh. En dat was echt een, oh. een, 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 een ja, horrorbeeld. Ja, een beetje Toy Story, gone ja, bad van Ik zal jou leren om mij te verkopen. Ja, ik ga terugkomen. Oh. Ja, ik ga dit niet zeggen, Lies, want dan, ja. dan ga je. Je dus ervan dromen, ja. Ik, en van ik, die heb, pop. ik heb er spijt van toch dat ik Baby Chang heb weggegeven. Ja, snap ik wel. En ik was ook echt aan hem gehecht. Ja, en hij heeft je ook geholpen in je leven. Heel veel. Dus ja. Baby Chang, bij deze, ik hou van je en het spijt me. En kom alsjeblieft niet terug. Kom weer terug. <laughs> nou, volgens mij kunnen we hier, we kunnen, we, we moeten het ook nog een keer hebben over, over ja, clowns en poppen en zo. Ja, heel graag. Uh, ja. Want, want bij mijn buren is nu een, een clowntje op de muur getekend. Ja. Ja. En dan moet ik elke dag naar kijken, daar kan ik ook niet helemaal aan. Gewoon met straat of soepkrijt. Maar dan denk ik, waarom is deze afbeelding van die clown met twee kruisjes als oog? Waarom moet ik hier elke dag naar kijken? vind ik moeilijk. Ik vind het eigenlijk heel erg dat clowns zo eng zijn. Want het is, ja, natuurlijk het is ook allemaal heel, heel goed lullig bedoeld voor, voor clowns. clowns. Ja, het is ontzettend lullig voor clowns. Ja. Ja. Clowns willen eigenlijk alleen maar dat iedereen het leuk heeft. Nou, niet alle clowns, hè? Wat? Leer mij die clowns kennen, Lies. Ja, nee, ik, ik weet het. Ik, ik, ik heb wel eens clownles gehad. Clownerie? Oh ja, op de clown, toneel, cl Clowning. Clownerie. Uh, en uh, dat, was, dat was eigenlijk een nachtmerrie. Oh clownles. ja, want dat was, dat, we hadden dan een. Uh, Had je een echte clown? Docent. Nee, je kreeg dan alleen een rode neus. En uh, dan moest je dus uh, je klasgenoten aan het lachen maken. En dan hadden we een uh, geweldige docent, waar iedereen een beetje naar nou, op was. Ja. Een Iraanse uh, acteur. En die uh, zat dan in kleermakerzit, zo. So, uh, die was dan ook clown, de Wellens. En die zat dan in zit op de grond te kijken in zijn bewegingskleding naar iemand die dan heel gek binnenkwam of zo met die Dat was oh, een helse opdracht. Ja, die... en dan zei die. Uh, I'm not laughing. I'm not laughing. I'm not laughing. En uh, ja, zei dat... die ook wel eens I'm laughing? Ja, dan deed hij. <laughs> maar dat was niet zo vaak. Oh. Eigenlijk nooit. Uh, en dat was eigenlijk enger dan welke inbreker dan ook. Want als je die les, als je dat dan moest gaan doen, dacht je: nee. Oh, ja. en zaten ja. al je klasgenoten dan ook naar je te kijken? Ja, en iedereen dacht: oh god, moet ik, ik. ik wat een hel. Wat een hel. Gewoon, dit voor mij is reden. Nee, niet dat ik nu ja. dan naar de toneelacademie ja. wil. Maar ik, nee, dit zou ik dan echt. Ik vind het heel knap ja. dat je dat soort karakterbrekende ja. situaties hebt doorstaan. Daarom, als ik dan nu een clowntje zie, denk ik: godverdomme, ja. durft het maar mooi. Ja. En dat voor je ja, want, want mensen zijn heel vaak een ontleffing, nou ja, ja. Dus ik, ik ja, dus ik wil nog wel wat dingen zeggen over ja, clowns. In ja, toekomst. we gaan het een keer heel uitgebreid. Een ja. special over clowns maken. Um, ja, nou, ik ben benieuwd hoe mensen. Ik bedoel, jellak maakt te veel los, maar misschien maken spoken in de nacht ook wel iets los. Bij de ik mensen. wil heel graag horen wat 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 jullie hier ook ja, stellen. misschien krijgen we nog oplossingen. Uh, lampje, nachtlampje, Zo ja, dat klopt. Lampje aan, baby pop voor de deur zetten. Baby pop voor de deur is sowieso een supergoede oplossing. Goed, dan gaan we even naar de man. Oh god. Ja. Reclamemand, 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 reclamemand. Oh af. Nou, dat was de reclame. Eh, pff, Lekker ik, hè? Ik, 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 zet hem, ik haal hem even van de tafel af. Ja. En ik zet hem even naast meneer die mand. Dan gaan we weer door met onze editorial oh, content. Ja. Uh, oh, mooi. Dat was gezellig. We kregen een ja. probleem binnen. Mensen kunnen ons problemen sturen. Ja. Um, zal ik hem voorlezen? Heel graag, Een probleem van een luisteraar. Ja. Hoi, Avenlies. Ik zit met een probleem dat zich al een aantal jaar voordoet. Mijn tweelingbroer en ik zijn bijna tegelijk met mijn vader jarig. Mijn vader heeft het liefst dat we op die dagen samen iets doen. Ik word 22 en zou graag eens een keer op die dag zelf met mijn vrienden iets doen. Maar mijn vader vat dit heel persoonlijk op. Hij heeft mij en mijn broertje in zijn eentje opgevoed en vindt onze band het allerbelangrijkst. Telkens als we het erover hebben, raken we in discussie. Ik ben bang dat als ik op mijn verjaardag met mijn vrienden afspreek, hij voor een bepaalde tijd zachterinig en geërgerd zal doen. Hoe kan ik met mijn vrienden iets doen op mijn verjaardag zonder hem te kwetsen? Liefst anoniem. Nou, een hele lieve brief. Ja, Ik vind dit echt hartverscheurend. Ja, hè? Ja, dit is. Ja. Want, want dit is natuurlijk een heel. Het, het, het lijkt eigenlijk een mini-vraag, een hele kleine bescheiden wens van Annie. Oh, ja. Er zit heel veel achter. Maar er zit een hele grote wereld achter. Ja. Een vader alleen met twee kinderen. Een vader alleen met twee kinderen, die ja. misschien verlaten is ja. en die uh, zich eenzaam heeft gevoeld... en die uh, zich helemaal daarop heeft gestort, ja. op die tweeling. En, die, en, en, en natuurlijk vond die tweeling het jarenlang leuk... om, om ja. Ja, leuk met papa je verjaardag vieren, dat vieren. Maar als je 22 bent, toevallig zijn mijn stiefkinderen is ook een tweeling van ja. 22... Ja. dan wil je gewoon je eigen leven en je eigen vrienden. En, uh, het kernprobleem ja. is denk ik uh, dat je je schuldig voelt... anoniem ten opzichte van je vader. Tuurlijk. En, Dat is het uh, kernprobleem. Ja, ik, je zit in een onmogelijke positie. Ja. Want als je namelijk niet je verjaardag gaat vieren met je vrienden, voel je je kut, want iets wat je heel graag wil, heb je dan geen gehoor aan. Ja, terwijl het is ook gewoon jouw dag. Precies. En als je het wel doet, dan voel je je schuldig. Dus eigenlijk moet je laveren tussen je heel kut voelen en je heel schuldig voelen. Ja. Dus het is sowieso een een lastige een, 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 een heel lastig probleem. Ja. Maar ik denk dat jij de verantwoordelijkheid om je vader te kwetsen... Ik denk dat je dat moet proberen, hoeveel je ook van je vader houdt... om dat naast je neer te leggen. Want jij bent niet verantwoordelijk nee. voor alle dingen... waardoor jouw vader gekwetst is. Nee, ik vind sowieso, als kind ben je niet verantwoordelijk voor je ouders. Wel in die zin dat je ze natuurlijk... Als er iets met ze is, moet je ze helpen en verzorgen. Weet ja. ik veel, maar... Verjaardagen vieren mag je op je 22e echt op je eigen manier doen. Ja. Ik zou wel zeggen, schipperen is ook een oplossing. Ja. Uh, ga jij met je broer en je vader uit eten, bijvoorbeeld op zijn verjaardag... want ja. dit, dit is dus niet precies op dezelfde dag, misschien twee dagen ervoor. Ja. En vraag, weet ik veel, wie er nog bij je, tante of uh, andere familie of vrienden. En doe dan op jullie uh, tweelingverjaardag je vriendenfeestje. En zeg ook tegen je vader, want ik kan me voorstellen dat zo'n vriendenfeestje ook een heel ander karakter heeft dan uh, wat die vader leuk vindt. Wij gaan, uh, weet ik veel, we gaan uit of we gaan uh, allemaal mm -hmm. zuipen of we gaan weet ik veel wat doen. Ja. En dat stond niet leuk voor jou. Dus we hebben bedacht, alsof je het echt ook als een plan voor hem hebt. Ja. Wij gaan lekker uit eten bij dat en dat restaurant ja. met uh, mijn broer en mij en jou. En dan hebben wij twee dagen later ons feest met vrienden. Ik denk dat je vader dan dat dat dat, dat je vader dan uh, misschien wel verdrietig is of. Uh... Uh, daar vrokkig zoals je zei, ja, dat over kan is. ook. Maar ik denk dat je dan moet zeggen, papa, ik vind het heel erg dat ik je hiermee verdriet doe. Ja. Het is niet mijn bedoeling. Want ik hou heel veel van ja, je. Ja, ik, ik wil ook graag, graag bij iets je doen zijn. voor jou op je verjaardag. Precies. Ja. Maar dit is een beetje hoe het zal zijn. Ja, dat is toch. 22 is ook die, ja. die lijn tussen kind en volwassen. Ik bedoel, 22 is natuurlijk volwassen, maar je houdt dat nog lang vol. Misschien ja. samen op vakantie gaan en ja. dingen. En, 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 en je kan ook nog heel veel samen doen. Maar je. je en ik, ik ben ook door mijn vader in zijn eentje opgevoed. Dus ik snap die, die ja. intense band ja. die je dan hebt. Ja. Um, maar hij is zijn eigen persoon. En jij ook. Ja. Zo moet je het eigenlijk zien. Kijk, en dan kan je altijd tegen je vader zeggen, uh, lees eventjes niet morgen maar nu van Dr. Wayne Dyer. Ja. Huh? Volgens mij heb ik dat wel gelezen. Nieuwe kijk naar jezelf. Toen uh, las ik dat en toen dacht ik ineens, hé, hey, dit doet me denken aan jouw dilemma. Het gaat over onafhankelijkheid. Dat in elke relatie waarin twee mensen één worden, is het eindresultaat in het gunstigste geval twee halve mensen. Vond ik heel. Dat ja. vond ik eigenlijk heel lief van dokter Wayne Dyer, dat hij zei: Je hoeft helemaal niet één te worden met je vader. Nee, alleen. Nee, dan ben je niet. allebei eigenlijk half. Dus het is volgens mij voor je vader ook heel goed. Als ja. jij zegt: Pap, die twee dingen kunnen best naast elkaar bestaan. Je, hij schrijft hier: Het nest verlaten betekent jezelf worden, je leven en je gedragen zoals jij dat wilt. Het betekent niets geen zins banden verbreken. Als je geniet van de omgang met een ander en de relatie niet strookt met je eigen doeleinden, dan is die relatie iets waarop je zuinig moet zijn en niet iets waaraan je moet gaan sleutelen. Nou, hij, zei, hij schrijft eigenlijk dat dat je dus best voor jezelf kunt kiezen en dat dat niet betekent dat, dat je, je niet voor een de, band de ander doorknipt. Nee, precies. Dat je kunt allerlei het. verbanden aangaan en onafhankelijk zijn uh, uh, zonder dat je uh, uh, de ander loslaat. Ja. Dus ik zou het er echt met je vader over gaan hebben. Ja, dat lijkt me ook beter. Beter dan uh, nu een halve oplossing verzinnen die voor niemand echt prettig is. Namelijk dat nee. jullie tegen je zin je verjaardag met hem zitten veren. Nee. Dat is eigenlijk niet fijn. Ook voor hem niet. Misschien is het ook fijn om een keertje uh, uh, met iemand hierover te gaan praten. Iemand die eigenlijk uh, jou, niet ken, jou niet kent, je vader niet kent. Ja. Hè, je, je tweelingbroer of zus niet kent. Ja. En een keertje hierover te praten. Hoe kan ik uh, zonder me schuldig te voelen. Een toch een onafhankelijk en vrij leven leiden. Ja. ja. Want anders wordt dat misschien iets waar je later wel gewoon ja. heel, heel shit veel mee last gaat van krijgt. denk ja, je niet? Absoluut. Ja. Goeie tip. Goed. Ja. Nou, ik vind het een hele lieve brief. En ik begrijp het ook heel goed. Dat zijn ingewikkelde dingen. Ja. Um, Lies. Ja. Ik, 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 ik hoor die vogels fluiten. Lekker. En ik hoor die B-kabbelen en ik vroeg me af, wat, wie zit er in jouw natuurhoekje? Ik wou het graag over tepels hebben. <laughs> het dier de tepel? Ja. Ik heb zelf een, een BH aan, waarin je dus de bedoeling is dat je ze niet ziet. Oh, die heb Want ik dat schijnt heel erg te zeker. zijn namelijk, als je dat ziet. Maar eh, ik wil het er wel even over hebben. En we hebben natuurlijk allemaal tepels, hè? Sommige mensen die doen er helemaal niks mee. En anderen zitten er graag de hele dag aan. En weer anderen geven de melk mee. Als een baby tandjes krijgt, dan houdt de tepel er vaak mee op. Maar je hebt ook tepels die houden heel dapper stand. Die blijven bezig. Zo kwam mijn moeder... want ik wil het toch heel graag in elke podcast het even over mijn moeder hebben. In de jaren 40 en eind jaren 30 veel bij een Brabants gezin... met heel veel kinderen in de pil. Waarvan de jongste graag mocht zeggen... een tiet of ik vloek. En die moeder die voedde niet zo lang omdat ze dat dus in de happiness had gelezen, maar uit armoede, want die mensen hadden helemaal niks. Het is natuurlijk makkelijk en het kost niks, maar als je pech hebt, dan blijf je na 15 jaar voeden wel met, uh, met twee pita broodjes achter. <laughs> dat vind ik echt heel zielig voor die vrouw. Zo zat ik kort na mijn bevalling in een erotische triller. Misschien was dat niet heel slim, maar ik wilde dus geld verdienen voor de baby. Maar erotiek is niet het eerste dat in je opkomt, s'nachts tijdens opnames, kolvend in een koude wc. Ik bakte er helemaal niks van. Op meerdere fronten en de borstvoeding was toen heel snel uh, voorbij. Maar wist je dat een spin ook tepels heeft? Meestal zes. En er komt geen melk uit, maar draad, spindraad. Uit haar tepels trekt die spin allerlei soorten draad. En die worden gemaakt door verschillende klieren in de achterlijf: kleverige, dus om een insect mee te vangen. Extra sterke draad, dus om een web mee te verankeren. En sommige spinnen maken een net. Van spinrag, dat ze in een pootje bewaren. en van bovenaf zo over een prooi heen gooien. En er zijn spinnen die weg willen. die maken een hele lange draad. en die gaat zweven in de wind. en daar hangen ze aan. en als een vlieger, dan vliegen ze weg. Bij gevaar laten sommige spinnen zich vliegend vlug. aan een draad zakken om te kunnen vluchten. Sommige mannetjespinnen die verpakken er hun sperma in. in een soort tas die ze dus <laughs> geven. Sommige vrouwtjes die maken er een babykamer mee voor de eitjes. Stel je eens voor dat wij dat allemaal konden doen met onze tepels. En dus je maakt een huis, je maakt een val, je maakt een draagzak voor je baby. Eh, als we in het uitgaansleven waren, dan stonden we misschien wel tot onze knieën in mekaars eh, rag. En als het moeilijk werd, dan maakten we een draad uit onze tepels en dan vlogen we zo weg. Eigenlijk kunnen wij dus met onze tepels niet zo heel veel. Gelukkig maar, want anders zouden heel veel moeders die het even niet meer zo zien zitten, de weg terug niet meer vinden. Want hè, dan, nou ja. Wij maken alleen maar melk en dat is, dat is ook best knap. Ik ben helemaal stupefett. <laughs> Echt waar. <laughs> ze zien er ook een beetje uit als een soort uiers bij een spin. Ja, als je het met een groot glas bekijkt. Spinnentepels. Ja. Ja. Ja, de meeste spinnen hebben er zes. En Bizar. Die, ik weet dus niet hoe ze dat doen. Maar dus als ze dus een sterke draad willen maken, dan is er een andere klier. die Ja, dus, dan weten uh, ze nu, activeer ja. ik die tepel. Ik ben benieuwd of er dus uh, biologen zijn die weten hoe dit werkt, hoe die spin dus al die verschillende soorten draden kan maken. Ja. ja, En als je ziet hoe een spin dat. Je kunt dat op filmpjes zien, hoe een spin dus trekt dat met zijn poten zo uit, uit haar lichaam. En die doet er dan van alles mee. Het is echt Maakt fantastisch. Even een koffertje. Ongelooflijk. Ongelooflijk knap. Nou lies. Uh, ik ga hier even twee weken op kouwen. Leuk. Uh, niet letterlijk, maar toch nee. figuurlijk. Ja. En, um, ja, we zijn woensdag ook nog in de Podimo-app. Lekker. Gaan we natuurlijk de 90s behandelen? Ja. Het onderwerp roken komt dan yep. aan bod. Ik <laughs> weet niet of mensen nog weten wat dat is. Of mensen nog roken. Oh, ik hoop het niet. Maar uh, je weet nee, het niet. Het is fijn om voor te komen. Ja, zeker. Um, <laughs> en dan uh, zien we jullie hopelijk daar. En anders tot over twee weken hier. Dag.